Hey, hallo. Goedemorgen op deze mooie zonnige zondag. Ik wist eigenlijk helemaal niet of ik hier een video over wilde maken. Maar just in case ga ik toch even wat dingetjes filmen. En misschien maak ik er dan later nog een filmpje over. Maar goed, ik heb dus een zonnebril op. Want ik heb me al opgemaakt. En dat is echt verschrikkelijk. Wat ik eigenlijk ga doen. Ik heb hier een tas vol met kleding. Het is niet echt een sportsuit, maar het is wel de bedoeling dat je mijn spieren een beetje gaat zien. Dus ik heb gisteren nog even keihard getraind. Vanochtend alleen een shake gedronken, dus ik hoop dat je daarmee misschien het een en ander gaat zien. Ik doe mijn best. Het is zo'n TFP-shoot, dus de fotograaf en ik werken samen voor een paar leuke, mooie resultaten. En af en toe heb ik ook zoiets van, je moet er maar van nemen, lekker wat dingetjes gaan shooten, zodat ik dat even vastleg. Weet je wel, je weet nooit hoe lang je zo'n lichaam vast kunt houden. Dus ik ga nu snel, want ik ben eigenlijk alweer te laat. Ik ga tussendoor even kijken of ik wat stukjes kan filmen. Het zou wel leuk zijn, maar ik had niet echt ingepland, dus vandaar dat het een beetje gehaast gaat allemaal. Oké. Je buik blijft een beetje achter. Serieus? Blijf je achter? Superleuk. Ik heb nog helemaal geen tijd gehad meer om nog wat te filmen, helaas. Ik wilde echt graag nog even verslag doen van hoe het was en dat soort dingetjes. Maar helaas, ik moest daarna door naar de turnwedstrijd Viola. Dus ik heb even snel een dikke laag foundation eraf gehaald en poeder en een doekje. En ben doorgereisd naar de turnwedstrijd. Waar Viola tweede is geworden. Yay! Dat was even belangrijker. Terwijl ik op de turnwedstrijd was, kreeg ik al een foto toegestuurd. Die zal ik hier even plaatsen. Kijk, deze is het geworden, de eerste foto. Nou, superleuk. Ben ik helemaal blij mee. En de rest van de resultaten, die zullen jullie later nog wel voorbij zien komen. In ieder geval is het superleuk als motivatie om naar zo'n fotoshoot toe te werken. En ik kan het ook heel erg aanraden, gewoon voor vrouwen om leuk plaatje van zichzelf te laten maken. Het hoeft niet zo te zijn dat je daar ook echt, dat je dit ook echt moet delen of wat dan ook. Maar misschien vind je het voor jezelf gewoon heel leuk om te hebben. Voor je vriend misschien. Of gewoon iets vast te leggen. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk. En ik zal het af en toe altijd wel blijven doen. Gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. En altijd als je dan een foto krijgt die je mooi vindt, dan is het als een soort cadeau.
Ja, die gaat er toch even met je camera vandoor.